Laten we kort de Heere bidden om een zegen. Vader, we danken u dat we uw woord mogen openen in het geloof dat u vanmorgen tot ons zal gaan spreken. En ik bid om rust in deze zaal. Ik bid om rust en stilte in ons hart, in ons denken. En we zeggen met Samuel, spreek Heere. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, goedemiddag allemaal. In deze bijzondere dienst, waarin we onze broeder Wilco tot oudste zullen bevestigen, willen we een aantal versen lezen uit Johannes hoofdstuk 20. Het is een heel kort gedeelte. Het is slechts vers 19 tot en met 21. En ter inleiding op de bevestiging wil ik vanuit dat gedeelte een aantal gedachten met jullie delen. En ik nodig je uit om je Bijbel erbij te pakken. Johannes 20, vers 19 tot en met 21. Daar staat in vers 19 het volgende. Toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit had gezegd, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Tot zover deze Bijbelversen uit Johannes hoofdstuk 20. De afgelopen week was Annette in Israël en daar heeft ze heel veel mensen mogen spreken en mogen bemoedigen op de straat. Maar ze heeft daar ook vrijwilligerswerk gedaan en ze heeft daar gediend in een gaarkeuken in het hartje van Jeruzalem. In 1995 is daar een organisatie opgericht met de naam Hineni en die doen heel goed werk onder de minder bedeelden. Je moet weten dat Israël, daar leeft ongeveer 20-25% van de bevolking onder de armoedegrens. En ze hebben het initiatief opgevat om vanuit die organisatie Hineni in het hartje Jeruzalem een gaarkeuken te starten, zodat ook mensen die het minder hebben daar een maaltijd kunnen krijgen. En waar het mij even om gaat, is niet wat zij allemaal gedaan heeft van de week, maar om die naam die zij aan die organisatie hebben gegeven. Dat is een Hebreeuws woord, Hineni. En misschien ken je het wel. Maar het is heel belangrijk als het gaat om de samenkomst van vanmorgen, het karakter ervan, als we Wilco mogen bevestigen tot oudste. Hineni is een Hebreeuws woord dat samengesteld is uit twee kleine woordjes. Het ene woord is si. En het andere woord is mij. Nou ja, als je die in elkaar verbindt, dan krijg je zoiets als zie, hier ben ik. En dat is eigenlijk de samenvatting, de betekenis van dat Hebreeuwse woord Hineni. En dat moet je even vasthouden, de rest van deze boodschap. Zie, hier ben ik. Het is een uitdrukking waarmee mensen in het Oude Testament zich, luister goed, aanmelden. Je kan ook zeggen, waarmee ze zich beschikbaar stelden. En als het gaat om oudsterschap, dan heeft dat ook iets in zich van je beschikbaar stellen. Maar voordat ik allerlei opmerkingen krijg, we kennen natuurlijk het ambt van alle gelovigen, of zo je wil, het algemeen priesterschap.
En als je tot geloof en bekering bent gekomen, dan zegt de Bijbel dat je een priester bent onder het nieuwe verbond. En dan herken je je, als het goed is, in dat woord, in dat Hebreeuwse woord, zie mij. Niet zozeer de spotlights komen op mij te staan, maar zie, hier ben ik. Ik wil beschikbaar zijn voor de Allerhoogste God. En naast dat het betekent dat je je meldt als je geroepen wordt, betekent hineni dus ook beschikbaar zijn. Bereid zijn om een opdracht op je te nemen. Nou, die organisatie daar in Hartje Jeruzalem, die was bereid om de minder bedeelden in Jeruzalem te dienen met een maaltijd. Hineni, zie, hier ben ik, hier zijn wij. Het is prachtig. Beschikbaarheid, hou dat even vast voor jezelf. En in het Oude, in het Eerste Testament, komen er heel veel voorbeelden voor waar dat woord hineni wordt gebruikt. Ik zou er een aantal noemen. Allereerst denken we natuurlijk aan Abraham. Genesis 22. Die in Genesis 22 de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te gaan offeren. En in dat gedeelte, lees het maar na, dan antwoordt hij de Heere God tot drie keer toe met dat ene woord hineni. Zie, hier ben ik. En dat was nogal wat, hè? Hij kreeg de opdracht om zijn zoon te gaan offeren en hij was beschikbaar om die opdracht ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Hij was bereid. Zie, hier ben ik. Tot drie keer toe. Nou, je weet hoe die geschiedenis is afgelopen. Ik denk natuurlijk ook, als het gaat over het woord hineni, aan Mozes. Hij werd geroepen in Exodus 3. En de Heere God had een groot plan met het leven van Mozes. En hij riep hem om dat plan daadwerkelijk uit te gaan voeren in Exodus hoofdstuk 3. Hij moest de leider worden van het volk van Israël en hen gaan uitleiden uit de slavernij van Egypte. Geen gemakkelijke opdracht. En ik heb ontzettend veel liefde voor het Joodse volk. Maar we moeten eerlijk zijn, het zijn slimme mensen, hele slimme mensen zelfs, maar soms ook een beetje eigenwijs. En aan dat volk moest Mozes leiding gaan geven. En toen de Heer hem riep in Exodus 3, toen antwoordde hij, hineni, zie, hier ben ik. Hij was beschikbaar, de man Gods, de middelaar van het oude verbond, om die opdracht op zich te nemen. Wil je nog een voorbeeld? Nou, ik noemde hem net al in mijn gebed, Samuel. Hij werd in de nacht door de Heere God geroepen, luister goed. Hij werd geroepen in een tijd waarin het woord van God schaars was geworden. Beetje 2024. En de Heer zegt, ik heb het vanochtend nog gelezen. Je oren zullen staan te tuiten als je gaat zien en merken en ervaren wat ik ga doen. Door mensen heen. En hoe antwoordde Samuel toen de Heer hem riep? Het was even zoeken om de stem van God te verstaan. Kan ook zo zijn in jou en mijn leven. Maar hij zei, hineni, zie, hier ben ik. Het is tot een geweldige zegen geweest, Samuel. En natuurlijk kan ik niet vergeten, niet overslaan, die geweldige profeet Jesaja. Welke naam zit erin? Yeshua. Jezus. Jesaja 6. Dat is een indrukwekkend hoofdstuk waar Jesaja op de vraag van de Heere God antwoordt, wie zal ik zenden, wie zal ik sturen, dan antwoordt hij ook met dat woord, hineni. En hij zegt, zend mij. Over beschikbaarheid gesproken. Het zijn allemaal geweldige, indrukwekkende persoonlijkheden die ik allemaal heb genoemd. Abraham, Mozes, Samuel, Jesaja. En de Heere God heeft ze allemaal gebruikt in hun tijd, in hun generatie. Het kwam op één ding aan. Of ze bereid waren om die opdracht op zich te nemen. Of ze bereid waren om zichzelf te verloochenen. En of ze bereid waren om in de weg van zelfverloochening de wil van God te doen. Ben jij daartoe bereid? Daar komt het op aan vandaag. De Heer Jezus, hij is niet meer fysiek op aarde. Hij is teruggegaan naar de hemel, wat een geweldige liederen hebben we gezongen. Hij zit op de troon. Hij ligt niet meer in een graf, hij hangt niet meer aan een houten paal. Hij is opgestaan, hij leeft. Hij is de hemelen doorgegaan, hij zit op de troon met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. En wij leven hier. Zijn handen, zijn voeten, dat zijn wij.
En wie staat er vandaag op? Wie zegt er vandaag, hineni, Heer, hier ben ik, want ik zie de nood van de tijd. Ik zie dat de Satan rondgaat als een brullende leeuw. En ik wil de resterende tijd van mijn leven niet voor mezelf leven, maar voor u, die voor mij gestorven en opgewekt bent. Nou, je had even hartelijk amen mogen zeggen nu. Maar daar komt het op aan in ons leven. Al deze godsmannen zijn geweldig gebruikt, maar ze waren beschikbaar. En ja, als je al deze geschiedenissen bestudeert, ga ik niet doen, maar dan ontdek je dat al die genoemde personen vaak door een vormingsproces zijn gegaan, alvorens de Heere hen is gaan gebruiken. Dus dat beschikbaar stellen gaat vaak gepaard met vorming en kneding, afleren, aanleren over hoogte en door diepte. Dat. Herken je dat in je leven? Misschien zeg je, ja, ik heb me ook beschikbaar gesteld voor de Heer, maar de weg die hij toen met me ging, dat vind ik niet eenvoudig. Nou, dan kan je al die mannen een hand geven. Zo gaat dat. Dat is de koninklijke weg. En wat ze te midden van al die van veel verschillen gemeenschappelijk hebben, ze waren dus beschikbaar. Nou, en als we dan in Johannes 20, dat stukje wat ik heb gelezen, in vers 21 de woorden van Jezus lezen, zoals de Vader mij gezonden heeft, ja, dan denk je natuurlijk automatisch, en daar wil ik natuurlijk naartoe, dat begrijp je wel, dan denk je natuurlijk automatisch aan die woorden uit Hebreeën 10, vers 7. Misschien wel de mooiste woorden uit de Bijbel, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen, dat mag ik niet zeggen. Maar misschien wel. Hebreeën 10, vers 7. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hier komt de Messias zelf naar voren. Abraham zei het. Mozes heeft het gezegd. Samuel bood zichzelf aan. Jesaja verloochende zichzelf, maar Jesaja, Yeshua, Jezus, hij kwam in de volheid van de tijd. Dat vers moet je asseren in je Bijbel. Hè? Je mag niks aan je Bijbel toevoegen en ook niks aan afdoen, maar je mag wel asseren. Die moet eruit springen. Vader, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Vind je dat niet indrukwekkend? Het gaat om hem, hè? Het gaat altijd weer om hem, van begin tot het einde. In de boekrol is over mij geschreven. En die wil van de Vader was voor de Heer Jezus het allerbelangrijkste in zijn leven. Johannes 4, vers 34, daar staat dat het doen van de wil van de Vader voor de Heer Jezus was als eten en als drinken. En dan moet je niet denken dat was noodzakelijk kwaad, want je moet nu eenmaal eten, je moet nu eenmaal drinken. Nee, in het oosten is eten en drinken ook gemeenschap hebben. Vreugde beleven, blijdschap ervaren. Herken je dat als het gaat om de wil van God? Is iets meer, nou ja, dan moet het maar. Nee, ja, eten is noodzakelijk kwaad. Nee, eten is ook gemeenschap hebben, intimiteit beleven. En dat is precies wat de Heer Jezus heeft gezegd als het ging om het doen van de wil van de Vader. Nou ja, nou zou ik heel veel kunnen zeggen over de wil van de Vader. Zoals de Vader mij gezonden heeft, vader-zoon, hè, intieme relatie. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Waarom dan, Heer Jezus? Waarom werd u door de Vader gezonden? Nou, ik zou een hele boodschap alleen daarover kunnen houden. Maar ik ga het samenvatten met één vers en dat staat in 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld, daar komt hij, gezonden heeft. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Dat is exact hetzelfde woord. En hier staat in 1 Johannes 4 vers 9. Hij heeft zijn enige geboren zoon gezonden. Nou komt het. Opdat wij zouden leven door hem. En wat zegt de apostel dan? Wij leven niet meer voor onszelf. Maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Daarvoor is Jezus gekomen. Ik hoop dat dit landt in je hart. Niet om te leven voor jezelf. Voor je eigen pleziertjes. Of ze nu geestelijk zijn of seculier. Dat maakt even niet uit. Maar niet meer voor jezelf, maar voor hem. Daar leefde Jezus voor. Voor de verheerlijking van de Vader. Het ging hem, schrik niet hoor, nog genezen om jou en mijn zaligheid. Geloof je dat? Dat geloven weinig christenen. Maar het is echt waar. Hij kwam niet in de eerste plaats voor jou en voor mij. Zelfs niet in de eerste plaats voor het Joodse volk.
Hij kwam in de eerste plaats om in de weg van lijden en sterven en verhoging zijn vader de eer en de glorie te geven die hem toekomt, krachtens wie hij is. Kijk, dat is het uitgangspunt. Daarvoor kwam de Heer Jezus, de wil van de Vader. Daarvoor was hij gezonden om uiteindelijk Jood en Heiden, in die volgorde, Jood en Heiden, terug te brengen aan het vaderhart van God. Opdat ze beiden zouden leven door hem. Heb je dat leven ontvangen? Daarvoor is Jezus gekomen. De dood hoort niet bij het leven, hè? Moet je nooit wijs laten maken. De dood hoort niet bij het leven, de dood is een gevolg van de zondeval. Maar Jezus is gekomen opdat we door hem zouden leven. Ik ben door een hele oude broeder gedoopt, heb ik al eens meer verteld. Maar ja, ik ben ook heel netjes opgevoed, hè, met nette gebruiken en gewoonten. En dan zei je aan het einde van de samenkomst tegen die broeder, nou, tot volgende week, Deo Volente. Zo de Heer en wij leven, zei ik dan. En dan keek hij me aan. Hij zegt, tot volgende week Deo Volente. Zo de Heer wil en wij leven. En dan zei hij, leven doen we. Het zij hier of het zij daar. Hij is gekomen. Hij is gezonden. Zodat jij en ik zouden leven. En dat leven begint, laat ik het maar even degelijk zeggen, aan deze kant van het graf. Leven doe je vandaag al als het goed is. En dat leven begint om door te gaan tot in alle eeuwigheid. Daarvoor kwam Jezus. Daarvoor heeft hij een prijs betaald. De prijs van zijn eigen leven. Hij heeft zichzelf vernederd. Tot in de dood van het kruis. Johan zei het al. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een rantsoen. Als een afkoopsom. Voor velen. En dan als we in Johannes 20 die gezonde Jezus zien, dan ontmoeten we daar geen dode Jezus, dat mag duidelijk zijn, maar de opgestane Heer. Lees maar in de eerste verse van Johannes 20, dan vervolgens de verschijning aan Maria Magdalena en dan vervolgens de verschijning aan de discipelen. In Johannes 20 gaat het om de opgestane. Trouwens, hoeveel discipelen waren hierbij? Ja, jullie hebben in je Bijbel zitten kijken. Staat er boven in de Herziene Statenvertaling. Hoeveel waren er? 10. 2 werden er gemist. Judas was er niet bij. En Thomas was er niet bij. Wat jammer, hè, die Thomas. Kijk, sommige mensen die denken dat je stille tijd moet houden. En heel veel mensen denken, oh, jij moet naar de kerk, hè. Pff, zware last. Zo ervaar je het wel niet, trouwens. Je hebt nog niet op je klok gekeken, toch? Je mag hier zijn. En waarom was het zo verdrietig dat Thomas hier niet was? Hij miste een kans om de Heer te ontmoeten. Ben je zo hier naartoe gekomen? Niet als een gemiste kans. Als een uitgelezen mogelijkheid om de Heer te ontmoeten voor het eerst of opnieuw in je leven. Ik moet niks. Ik wil van die zegen, dat voorrecht, geloven gebruik maken. En Thomas miste deze kans. Wat jammer, hè? Ik denk dat hij niet had verwacht, dat leg ik erin hoor, vergeef me, dat Jezus er ook zou zijn. Maar dat gaat gebeuren. Jij moet naar de samenkomst komen in het geloof, in de verwachting dat hij er zelf is. Ja, maar ik zie hem niet met mijn natuurlijk oog. Hier is hij. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Als je hier zit, is God het die tot je spreekt. Vanmiddag heb je een ontmoeting met de God van Abraham, Isaac en Jacob door de verkondiging van het evangelie. Geloof je dat? God spreekt op dit moment met je. Hij heeft een woord voor een ieder van ons. Dit moet niet, dit is een voorrecht dat je hier bent. En misschien, schrik niet, is dit de laatste keer. Afgelopen maandag, dat heb je al gehoord toch? Een man van 38 uit Oud-Alblas begon ook de dag met zijn werk. Heeft misschien zijn brood gesmeerd, zijn vrouw en kinderen gedag gezegd. En hij is in de eeuwigheid. God spreekt tot je.
En als je hier bent, dan is dat niet vrijblijvend. Maar dan spreekt hij tot jou met bevel van geloof en van bekering. De grootste zonde die een mens kan begaan is de zonde van ongeloof. En toch is God heel genadig geweest voor Thomas. En zeg nou niet ongelovige Thomas, vind ik een hele nare uitdrukking. Want de andere discipelen waren niet anders. Dat kan je op een andere plaats lezen. Maar hij gaf hem een tweede kans. Het is wel goed gekomen met hem. Mijn Here en mijn God. Maar hier was hij er niet. Er waren er 10. En de Heer Jezus ontmoet hen op een heel bijzondere manier. Wie? Nou, zijn discipelen. Leerlingen, heb ik ooit gezegd hier. Volgelingen en vertrouwelingen. En ik heb op een ander moment hier, dacht ik wel eens, gesproken over de roeping van de discipelen. Markus 3, vers 14. Geweldige tekst. Hij riep er 12 om bij hem te zijn. Maar hij gaat nu vertrekken. Dus hij riep ze om bij hem te zijn. Dat is de hoogste roeping, hè? Met Jezus om te gaan. Intimiteit met hem te beleven. Maar nu in Johannes 20 gaat hij weg. En nou heeft hij in ze geïnvesteerd. Een bepaalde periode. En hij zegt, nu ga ik weg. Nou is het aan jullie. Hij gaat ze voorbereiden. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zendt hij ook jullie. Zo zend ik ook jullie. En dat vind ik zo bijzonder hoe de Heer Jezus dat uitlegt. Kijk, hij is de rabbi bij uitstek, hè? Heel veel rabbies vandaag die onderwijzen vanuit de Talmud, dus vanuit overlevering. Maar Jezus zei, mijn woorden zijn geest en leven. Jezus was de rabbi bij uitstek. En elke rabbi vandaag, nog in Israël, die heeft zijn eigen leerlingen, die heeft zijn eigen discipelen. En een rechtgeaarde vader, een Joodse vader, die wil zijn kinderen bij de beste rabbi hebben. Die wil het beste onderwijs voor zijn kinderen. En niet alleen dat, die rabbi laat ook in zijn leven kijken. Dus die neemt die jongens helemaal mee. Die onderwijst hen, die vormt hen, die kneedt hen. Hun karakter gaat veranderen. En als het een goede rabbi is, luister goed, dan wordt het leven van die rabbi zichtbaar in het leven van die jongens. Dus als vader heb je er alles voor over om je kind te brengen onder de hoede van de beste rabbi. Nou, hier heb je er een, hoor. De Heer Jezus, hij die de rabbi bij uitstek is, neemt zijn discipelen voor een periode onder zijn hoede. Hij heeft in hen geïnvesteerd, geroepen om bij hem te zijn. En nu komt het moment dat hij ze uitzendt. Hij stelde er 12 aan, heeft er hier 10 over. Maar hoe ontmoet hij ze? Je zou zeggen, na al die jaren hebben ze een beetje vlees op de botten gekregen, karakter gevormd. Maar we lezen hier, ze zitten achter gesloten deuren. Meervoud. Waarschijnlijk is dat de deur van het huis geweest, het huis zelf. En de deur van de binnenplaats. Deuren, meervoud. Dubbel vergrendeld. Ontredderd. Misschien wel teleurgesteld. Misschien wel moedeloos. Ze zitten, het zit potdicht, zouden wij vandaag zeggen. En dan, hè, ik vind dat zo indrukwekkend. Ongedacht, onverwacht, daar staat hij. Zo, in hun midden. Dit getuigt van het bijzondere van zijn opstandingslichaam. Daar staat hij in één keer. Thomas is er niet. Judas sowieso niet. En in één keer daar, ontredderd, teleurgesteld, openbaart hij zich. Achter gesloten deuren. Herken je dat in je leven? Waar bevindt jouw leven zich? Zit je misschien ook achter gesloten deuren? Deuren van diepe zonde in je leven waar je niet van loskomt? Gebondenheid? Zit je achter de deuren van zorg en van verdriet en ben je helemaal in jezelf gekeerd? Zit je achter de deuren van afwijzing? Nou ja, je kan het hele lijstje wel afmaken, hè? En Jezus is daar. Onverwacht. Ongedacht. Binnen. Wat is dat geweest? Het is onvoorstelbaar. En dan wil ik nog even benoemen. Op dat moment is hij zo pastoraal. Want hoe treft hij ze aan? Dit moet je even onthouden. 4 kleine stapjes. Het eerste wat we hier lezen is, de discipelen, vers 19, waren bevreesd. Dat is het eerste. Hij ontmoet
bevreesde discipelen. Lange tijd in hen geïnvesteerd en toch nog bevreesd. En vrees hier heeft echt te maken met angst, met bang zijn, verschrikt zijn, ontredderd. Zo treft hij ze aan. 10 discipelen. Mensen, vrees. Herken je dat in je leven? Ben je bang voor mensen? Je hoeft je vinger niet op te steken hoor. Maar er zijn veel mensen vandaag met mensenvrees. Of misschien heb je wel vrees voor omstandigheden. Vrees voor de toekomst. Vrees voor lijden, zorg, ziekte in je leven. Vrees. Van wat voor soort dan ook. Het kan er zijn in het leven van discipelen toen en vandaag. Wonderlijk hè, hij weet daarvan af. Ik ken je, ik doorgrond je, ik weet van verre je gedachten, ik weet van je zitten en van je opstaan. Is dat voor jou een benauwende gedachte? Niet een gedachte, een waarheid, sorry. Dat is een waarheid. Is dat voor jou een benauwende waarheid of is dat voor jou een bevrijdende waarheid? Hij weet alles. En weet je wat je dan wel eens kan ervaren? En ik zeg het ook tegen mezelf, dat hij er in één keer is. Ongedacht. Onverwacht, helemaal verward in de zorg van het leven. Het verdriet, de pijn, de moeite, de verdrukking, de benauwdheid misschien wel. En dan is die daar. Niet te verklaren, echt zoals hij is, boven bidden en denken. Hier bent u het. Het tweede, wat gaat hij doen? Ik vind het zo mooi. Bevreesd, het tweede. De discipelen werden toegesproken. Hij gaat zijn mond open doen. Als Jezus zijn mond opent, doet hij nu ook. Spreekt hij van vrede. Wat zegt hij? Shalom. Ik begroet heel vaak in mijn mail, dat heb je misschien wel ervaren, met shalom. Dat is niet om apart te doen, dat vind ik een prachtig woord. Dat is een geweldige begroeting. In Israël begroet iedereen met shalom. En dat is meer dan afwezigheid van oorlog. Shalom betekent ten diepste welbevinden. Naar geest, ziel en lichaam. Dat wens je die ander toe. Jezus staat er in één keer in het midden. Ze kunnen nog niks zeggen of hij heeft al iets gezegd. Vrede, zei u. Dat is dat geweest. Ontredderd. Verward. Hij spreekt. Johannes 6 vers 63. De woorden die ik spreek zijn geest en leven. Vandaag spreekt God door zijn woord. Geest en leven. Heeft het ook kracht gedaan in je leven? Het is de kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Spreken moet gepaard gaan met geloven. Derde, vind ik zo mooi hè. Er gaat iets aan de binnenkant veranderen. Aan de binnenkant hè, zeg ik. Aan de binnenkant. Want er ontstaat blijdschap. De discipelen, vers 20, werden vervuld. Ze zagen Jezus. En bijzonder zagen ze zijn handen en zijn zij. Hey, als God in je leven komt, broeders, zusters. Dan verandert er niet alleen iets aan de buitenkant. Dat geloof ik misschien ook wel. Maar allereerst aan de binnenkant. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Je hele binnenkant komt naar buiten toe. Het wordt omgekeerd. Vreugde komt in de plaats van verdriet. Blijdschap en vrolijkheid. In plaats van neerslachtigheid. Daar is die. Hij zelf. En van hem moet ik het hebben. Vandaag en morgen. En in de toekomst. Jezus zelf openbaart zich. Op een bovennatuurlijke manier. Dit zijn ze niet meer vergeten, hè? Ken je ook die ontmoetingen die je niet meer vergeet? Dat niemand je meer van de wijs hoeft te brengen. Dit is voor mij zo helder. Ik heb hem ontmoet. Ik heb hem ontmoet. Wat heel de wereld ook zegt, maar ik heb een ontmoeting met hem gehad. Heel mystiek of zo, zweverig, door handoplegging of toestanden of je viel achterover. Nee, door de verkondiging van het evangelie ontmoette ik hem. Dat. Hij kwam zo krachtig binnen. En je zei, het gaat over mij. Dat ging het ook. Vanmorgen gaat het ook over jou. Zo dichtbij komt hij. Hij spreekt met gezag. En blijdschap vervult hun hart. Handen en zijn zijde. Het woord van God werd vervuld. 1 Korinthe 15. Hij is opgestaan overeenkomstig de schriften. Weet je wat blijdschap in je hart geeft? Als je ziet dat God zijn woord vervult. Tot in de punt en de komma. Gaat niemand iets aan afdoen. Niemand zal er iets aan toevoegen. Hij gaat koninklijk soeverein zijn weg. Dat is zoiets om je in te verblijden. Het laatste, het vierde. Nadat hij dit gedaan had. Dan pas, hè? Dan pas. Bevreesd. Tot hen gesproken.
met blijdschap vervuld. En dan pas gaat hij ze zenden. Nou, ik ken geen betere pastorale medewerker dan Jezus zelf. Hij kent ze, joh. Hij zegt niet direct als hij binnenkomt, nou jongens, twee aan twee erop uit nu. Wat doen jullie achter gesloten deuren? Je hebt werk. Nee. Hij kent hun hart. Hij komt ze tegemoet. Bevreesd, tot hen gesproken en verblijd. En nu komt het, hè. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Ik hoop dat die volgorde je bemoedigt. Ik hoop dat je dat pakt. En ze moesten beginnen in Jeruzalem, via Samaria, Judea, tot aan het uiteinde van de aarde. Geroepen, gezonden om te getuigen van wie? Van wie denk je? Nou, handeling even zacht. U zult mijn getuige zijn. Het gaat over de Heer Jezus. Over hem alleen, van begin tot eind. Altijd weer. Steeds weer opnieuw. Ook steeds dieper en rijker. Voller, krachtiger. Om hem alleen. Ik moet een beetje beginnen met afsluiten. God is de roepende. Kom herwaarts op mij. Als je vermoeid bent en belast. En hij zal je rust geven. Dat is een belofte. En nogmaals, ik weet niet achter welke gesloten deuren jij je bevindt. Je kan hier een heel mooi gezicht trekken. Dat alle mensen in de CGA zeggen, nou, voorbeeldig zeg. Echt een toegewijde man of vrouw. Prachtig gezinnetje. Maar er kan achter de voordeur zoveel spelen. Achter welke deuren bevindt jouw leven zich? Durf je ermee in het licht te komen? Met je zonden, met je zorgen, met je angsten, met je minderwaardigheidsgevoelens in het licht komen? God roept je vanmiddag. Kom tot mij. Er zijn maar twee woorden in de Bijbel die belangrijk zijn. Kom en ga. Dat heeft hij bij de discipelen ook gedaan. En weet je wat het resultaat is? Ze zijn gegaan, daardoor hebben wij een Bijbel. Zou het nooit vergeten? Omdat ze gekomen zijn en omdat ze gegaan zijn. Heeft God door eenvoudige mannen een krachtig werk gedaan. Toen en dat doet hij vandaag. Wat een heerlijke waarheid. En als je door Gods genade je hebt overgegeven aan de Heer Jezus Christus, dan ben je vandaag zijn discipel. En hij heeft ervoor gekozen om door mensen zijn koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. De Heere God heeft er in zijn almacht, in zijn soevereiniteit voor gekozen om mensen te gebruiken om zijn gemeente vandaag te bouwen. Geloof je dat? Je hoeft niet naar Zuid-Amerika te vliegen, dat mag, maar het hoeft niet. Gewoon hier, op Amsterdam. Meer dan genoeg werk, geloof me. In je gezin. In je huwelijk. Niet te snel uitvliegen, joh. Zorg eerst dat het thuis op orde is. In je huwelijk. In je gezin. In de gemeente. In je buurt. In je wijk. En ik weet wel, iedereen heeft zijn roeping en gaven. Maar je begrijpt mijn punt. Dat gezonde worden, dat moet je niet gelijk aan een vliegtuig denken. Dat kan gewoon in je directe omgeving al zijn. Gezonde. In die verschillende verbanden zegen te brengen. Te getuigen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. De Heere vraagt van jou en mij niet allereerst bekwaamheid, maar gewilligheid en bereidheid. Hij vraagt niet allereerst geschiktheid, maar beschikbaarheid. Hineni. Heere, hier ben ik. Met al mijn zwaktes, met mijn tekortkomingen, met mijn vragen soms, met mijn worstelingen, ook dat. Geeft niet. Maar als je maar bij mij komt, zorg ervoor dat al die dingen je niet bij mij vandaan brengen, maar dat ze je naar mij toe leiden. Dat. En geloof me, ik heb niet de oplossing voor al jullie vragen en problemen. En laat ik het gelijk maar zeggen. Wilco heeft ze ook niet, als je dat denkt. Echt niet. Maar hij wel. Hij wel. En hij nodigt je om te komen. Heren, hier ben ik. De grote vraag is vandaag, ben je beschikbaar voor hem? Ben je bereid om te horen en te doen wat hij van je vraagt? Het heeft alles te maken met zelfverloochening en algehele overgave. Vind je het niet bijzonder dat God mensen gebruikt? Abraham, Mozes, Samuel, ik eindig waar ik mee begonnen ben, Jesaja. Noem ze allemaal, allemaal mensen van vlees en bloed. Elia was een man van gelijke beweging als hij. Als je nu naar Israël vliegt en je noemt de naam van Elia, zeg je, ja, Elia, dat is onze profeet. De profeet van de wonderen. De Bijbel zegt, Elia was een man van gelijke beweging als jij en ik. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet. Dit doet God door mensen heen. Vandaag. Hij is de levende. Hij is de waarachtige. En dat wil ik je meegeven.
Wilco die houdt er niet zo van om in het middelpunt gezet te worden. En dat is prima. Maar vanochtend word je bevestigd tot oudste. Misschien herken je wel iets van die discipelen. Bevreesd. Misschien heb je wel mensenvrees. Dan is het niet makkelijk om oudste te zijn. Misschien heb je wel vrees voor bepaalde situaties of ontwikkelingen waar je druk over maakt. Het zou zomaar kunnen. Maar tegelijkertijd hoop ik dat je niet alleen kan getuigen van die vrees, maar dat je tegelijk kan getuigen dat de Heer steeds weer opnieuw tot je spreekt. Dat de blijdschap, ja, dat de vreugde van de Heer je dagelijkse kracht zal zijn. En om van daaruit je werk in de gemeente ook te mogen doen. In de diepe overtuiging, om met de woorden van Paulus te spreken in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die roept, is getrouw, die het ook zal doen. Ik sluit af met een voorbeeld. Jullie hebben vast wel eens gehoord van Graaf von Zinzendorf. De Heer heeft hem op een geweldige manier gebruikt. En tijdens een studiereis kwam hij in Duitsland in Düsseldorf en hij bezocht daar een museum. En er was een schilderij dat trok zijn aandacht. En daarboven stond Ecce Homo, zie de mens. En Graaf von Zinzendorf stond voor dat schilderij en kwam diep onder de indruk, want wat zag hij? Daar hing de man van smarte uitgetekend in zijn diepste lijden. Gekroond met een doornenkroon, bebloed, gepijnigd, veracht, zijn ogen neergeslagen naar de aarde, zijn hoofd gebogen, uitgeput, moe gestreden, uitgestreden, daar hing hij. Zoon van God, zoon des mensen, de Messias. En Graaf von Zinzendorf kwam in dat museum en hij zag het schilderij en hij kwam diep onder de indruk. En wat stond er onder het schilderij? Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Hineni, zie hier ben ik. In het licht van wat hij gedaan heeft, de gezondene van de Vader, wil ik vandaag beschikbaar zijn. Net van deze gebeurtenis heeft het leven van Graaf von Zinzendorf radicaal en totaal veranderd. Hij heeft gezegd, ik heb altijd van Jezus gehouden, maar na dit moment zal ik alleen nog maar doen waartoe hij mij leiden zal. En mede door hem heeft God de Moldavische opwekking gegeven. Een wereldwijde zendingsbeweging. Eén blik op Jezus. De gezondene van de Vader bracht Graaf von Zinzendorf in beweging. En hij was niet meer te stoppen. Herken je dat? Soms heb je wel eens het idee dat je mensen moet duwen en trekken om een beetje in beweging te komen. Eén blik op Jezus. En hij kwam in beweging. En nu hoeft niet iedereen een opwekkingsbeweging te leiden. Je begrijpt mijn punt. Maar komen wij nog in beweging als we Jezus zien door de verkondiging van het evangelie? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. De Heer werkt vandaag door mensen heen. Door oudsten, door diakenen, door kringleiders, door taakgroepleiders. Maar ten diepste, algemeen priesterschap. God werkt door mensen heen vandaag, dichtbij en ver weg. De grote vraag is niet of je geschikt bent, de grote vraag is of je beschikbaar bent. En ik wil een lied laten zingen, daarmee sluiten we deze boodschap af. Dat is op toonhoogte 210. U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft, als aan u toegewijd, mijn hart en mond beleidt. Ja, Jezus is mijn Heer, dan kniel ik voor hem neer. En laten we dat als een belijdenis zingen. En als het nog niet zover is, maak dan vandaag nog de keuze om te knielen bij de Heer Jezus Christus. En de vrede van God zal je hart binnenkomen. Amen.